Hey, leuk dat jullie er zijn. Het is weer vrijdag en dat betekent... What's up YouTube? Ik ben je boy Vincent van Vincent Videography en vandaag is de tweede aflevering van Vince Vrijdag. Wat gaan we nou vandaag doen? Nou, vorige week heb ik gezegd tegen jullie, jullie kunnen in de comments iets zeggen wat jullie willen zien. Eén van jullie had het ook gedaan, dat is namelijk, even kijken, Danny Koetsier. Hij stuurde Kikman, heel mooi. Mooie plek ook bij het water, zeker met die drone op beeld aan het begin. Ik zou graag een film zien met slow motion beeld en doorspoelbeeld met daartussendoor wat zoom in op wat mooie details. Nou Danny, ik heb de zoom niet helemaal meegepakt vandaag, maar het slow-mo versnellen slow-mo, dat gaan we vandaag behandelen, want we gaan het hebben over speedrampen. Dus start je programma op, Premiere Pro is vandaag onze vriend en dan gaan we beginnen. Het project aangemaakt en de bestanden die ik ga gebruiken heb ik ingezet. Even een korte disclaimer, ik heb vandaag voor het beste voorbeeld te laten zien heb ik even deze action camera gebruikt. Dit is de DI T5e Action Cam. Hij heeft niet de mooiste kwaliteit, maar dat zal ook eraan liggen dat ik de instellingen nog een beetje door moet krijgen op dit kleine dingetje. Maar hij doet wel 1080p op 120 fps en dat is een hele mooie snelheid voor slow motion. De andere mogelijkheid die je hebt, en die heb ik ook gebruikt, dat is op mijn G7X. Daar kun je 60 fps mee recorden op 1080p. Nou, dat zijn de twee voorbeelden die we vandaag gaan gebruiken. Ik stel voor dat we nu gaan beginnen. Dan laat ik jullie eerst zien wat mensen meestal doen. En dat is dat ze een, zoals hier, een mooi bestand hebben wat ze willen gaan slow-mo'en. En dan gaan ze de laag duplicaten. En dan doen ze de zo. En dan modify, interpret footage. En dan gaan ze op deze manier de frame rate vertragen. Maar dan krijg je dus dat de gehele clip langzaam loopt. Deze balken omhoog gesleept, zodat jullie kunnen zien, of wij allemaal eigenlijk meer kunnen zien van deze clip. Nou, we willen de existing settings houden. Oké, het eerste wat je gaat doen is rechtermuisknop op FX, time remapping speed aanvinken. Dan, nou ik heb hem hier inmiddels al klaarstaan, maar ik ga even toch even terugscrollen. We zien hier hoe de auto aankomt rijden en ik wil hem eigenlijk vanaf hier tot en met ongeveer die paal. Wil ik hem slow-mo'en en dat hij dan vanaf hier weer snel doorrijdt. Lijkt mij een mooi effect. Dus we gaan hem weer terugzetten tot hij vlak voor de boom is. Ja, dat is eentje verder. Oké, dan ga je naar de pen tool, of P, kan ook. En dan gaan wij een markering hier zetten. Want dit is waar wij willen dat hij gaat vertragen. Nou, het eerste wat ik doe, is dat ik hem iets wijder ga pakken. Te dubbel klikken kun je dus ook nog even kijken of ik een mooiere beeld kan krijgen. Krijg je deze twee kleine balkjes en dan kun je de overgang nog wat soepeler maken. Nou, nu zie je dat nog niet erg omdat ik de snelheid nog moet aanpassen, maar dat gaan we dus nu doen. Is die vrij soepel. En wat dit doet, ik ga het even vanaf het begin afspelen. Ik doe even de balk omlaag slepen voor jullie. Dat creëert dit effect. Of hij doet het gewoon niet. Een keer opnieuw proberen, even de balk weer wat groter maken, want ik zie te weinig nu.
verschil zien met de auto die aankomt rijden. Even testen. En daar willen we dat hij weer normaal wordt. Dus dan gaan we hier weer een kneepje neerzetten. En dan pakken we de pen tool weer. Zo. Als we dit goed hebben ingesteld, dan zou dat het volgende effect moeten creëren. Dus we gaan hem even naar onder slepen weer. Auto komt aan, vertraagt en versnelt weer. Zoals je ziet is het een heel mooi effect wat je hiermee kan creëren. De framerate hier is nog wat minder. Je kan het altijd nog een beetje aankleden uiteraard. Ik bedoel, het is niet zo dat je hier aan vast zit aan deze kwaliteit. Je kan het altijd nog een beetje mooier maken. Dus ik zal jullie een voorbeeld geven hoe je dat ook daadwerkelijk kunt doen. Gewoon op mijn klassieke manier een balkje eraan vastplakken weer. Zo, dat is prima. Gooien we die er even overheen. Ik wil ook even heel mijn project kleiner hebben, want we hebben dit niet echt nodig. Zo, gaan we naar effecten. Ja, keurig. Oké. Doen we weer de mooie randen erop. Dan gaan we nog even naar deze clip. En doen we een klein beetje kleur eraan vastplakken. Niet al te ver nu in de edit. Ik bedoel, het is een tutorial voor de speedramp, niet voor de kleuren. Dus ik vind het niet echt noodzakelijk om nou al die dingen helemaal te gaan perfectioneren, om maar even zo te zeggen. Zo, ik vind hem zo even prima. Ga even terug. Nou, laat ik jullie even deze clip zien. Hoe dit geworden is. Nou, dat creëert dus dit effect. Hij komt heel snel aan, hij vertraagt en hij versnelt weer naar de lantaarn of de straatpaal. Dat is dus al één methode die je kan doen. Nou, dit was een slechte kwaliteit. Wat we nog kunnen doen, en die gooi ik dan wel even hierachter. Laten we zeggen hier, even het i'tje hier neerzetten nu. Er is toevallig nog een clip van toen ik mijn bord aan het testen was. Ook altijd leuk zijn uiteraard. Nou, die trekken we wel even door dan voor het gemak. Is een vrij lange clip. Ik ga niet alles ervan gebruiken. Ik denk dat een specifiek stukje goed genoeg is. Even kijken. Dit is al wat slomer van zichzelf, want hier ga ik de bocht in. Ja, vanaf hier ongeveer zo. Daar. Doen we die weg. Doen we die weg. En dan even zo. Nou, de normale clip is dus als volgt. Even terugzetten. Het gaat in principe al niet heel snel. Maar om jullie toch even een kleine indicatie te geven, zal ik nog even een korte speedramp maken. Je gaat dus weer naar het pennetje. Of nee, eerst naar FX, rechtermuisknop, time remapping, speed. Pennetje. We gaan zoeken naar het punt waar we hem willen vertragen. Dus dat wil zeggen, laten we zeggen dat ik voorbij de boom ga. Dat is een mooi punt, hier. Zet een tikje neer.
streepje zo. Hogere kwaliteit en ja, je kan het mooier vinden, je kan het lelijker vinden, alsjeblieft. En je gaat weer met een speedramp en hij komt weer terug op snelheid. Nou, dat is dus eigenlijk speedrampen. Ik hoop dat jullie hier wat van geleerd hebben. Je kan het hier heel mooi zonder te knippen en met laagjes te gaan rommelen hele mooie slow motion effecten mee maken. Jullie zien ze af en toe ook terug in mijn video's. Mochten jullie nou voor de volgende keer iets hebben waarvan je zegt, dat wil ik leren, zoals vandaag voor Danny, vergeet dat niet even in de comments te zetten. Gooi die duimpjes omhoog. Vergeet niet even de bel te ringen, oftewel de notificaties aan. Drop die likes, wat ik al zei. En dan zie ik jullie volgende keer.